We hebben een slimme armband bedacht die een betere user experience geeft tijdens feesten met verlichting en de arena daardoor ook de bezoekers beter kan tracken. In zo'n hackathon leren studenten meer dan in een hele college reeks van 7 weken. Of in de huidige vloer van de arena leggen we een extra laag en daarmee kunnen we bezoekers trekken. Op die manier krijgt de arena overzicht over waar de mensen zijn en hoe de bezoekersstromen lopen. Fabian is onze verloren groepsgenoot. Die wilde na een uur al niet meer meedoen. Fabian gaat naar een concert en dan komt hij dus bij de scanners om zijn kaartje te scannen. Daar moet hij even stoppen, want dan komt er een mat. Die plakt een sticker onder zijn schoen, zoals je hier ziet. Een NFC-sticker. Fabian is dan echt super blij, want het concert begint. Er is bier, heel belangrijk. Infraroodcamera en zeg maar het warmste gedeelte van een lichaam is de hoofd. Dus die zal heel licht op de infraroodfoto te zien zijn. En dan op basis van een soort van algoritme of een soort van clusteranalyse gaan we het aantal koppen tellen. Dat moeten we gewoon vaker doen. We moeten gewoon dag en nacht door met elkaar leuke dingen doen. En zo maak je het onderwijs ook leuk. Ja, zeker. En niet eentje, want we blijven studenten.